Ik vraag uw hartelijke, warme aandacht voor Naima Tahir en een bemoedigend en enthousiast applaus. Naima Tahir. Bedankt. Bedankt voor de heerlijke aankondiging. En mag ik zeggen dat ik me ontzettend vereerd voel dat ik dit college mag geven. En elke keer als ik over de vrijheidslezing denk, vrijheidscolleges denk, en ook over andere sprekers, dan valt op dat de sprekers, maar ik ook, het is iets bijzonders. We vinden het buitengewoon bijzonder om zo'n lezing te doen. Ik ben veel in het land, ik ga morgen ook naar België, ik ben vaak in België, een soort tweede thuisland voor mij, of derde of vierde thuisland. Zult u straks horen waarom ik dat zeg. Maar vrijheid is een ontroerend onderwerp. En het is anders dan allerlei andere thema's. Het is iets van iedereen. En zeker in onze tijden is het een heel kwetsbaar onderwerp. Het is altijd kwetsbaar, maar het leeft. Ik was vandaag bij de groenteboer. En de 7-jarige zoon van de groenteboer hielp mee in de winkel. En ik kwam erover te spreken en zijn moeder zei, ja, hij kwam thuis van school en hij zei, ja, komt er hier ook oorlog? En ze zei, dat soort vragen stelden wij niet als kinderen. Misschien nog onze grootouders, maar niet, zij had die vraag nooit aan haar ouders gesteld. En haar zoon doet dat wel. Dus vrijheid leeft enorm. Dus ik wil heel erg de organisatie bedanken voor de uitnodiging om over vrijheid te spreken. Goed, vrijwaring van gebrek. En ik wil het hebben over mijn eigen persoonlijk verhaal. En ik wil u mijzelf voorstellen. Ik ben een gelukszoeker, dames en heren. Mensen zoals ik worden gelukszoekers genoemd. Migranten worden gelukszoekers genoemd. Terwijl er heel veel meer te vertellen is over migranten. Maar vaak worden migranten gereduceerd tot de term gelukszoekers. Of er wordt van hen gezegd ze kunnen wel of niet integreren. Ze zijn hier wel of niet voor economische redenen. Ze hebben heimwee, ze gaan een keer terug. Punt. En ik vind dat vaak een hele beperkte manier van kijken naar migranten. Er is heel veel meer te vertellen over migranten. En vandaag wil ik u vragen om samen met mij na te denken hoe wij migranten kunnen vrijwaren van dat gebrek. Van dat gebrekkige manier van kijken naar migranten. De vrijwaring van gebrek, een van de Four Freedoms van president Roosevelt, gaat in de traditionele betekenis om iets anders. Dat is de vrijwaring van armoede. Freedom from want. Armoede die is ontstaan als gevolg van een oorlog, of als gevolg van een natuurramp, een noodtoestand, of een algemene levensstandaard die niet toereikend is, die wij eigenlijk onacceptabel vinden, waarin mensen niet genoeg te eten hebben, geen dak boven het hoofd, geen kleren, geen veiligheid, geen thuis, geen thuisland. Die freedom from want, vrijwaring van armoede, van gebrek, valt onder de traditionele betekenis. En ik wil vandaag een twist geven. Ik wil vandaag een meer figuurlijke betekenis geven aan de vrijwaring van gebrek. U hoort, volgens mij verwissel ik de lidwoorden door elkaar. En dat komt omdat het Nederlands mijn vierde taal is. Dus vergeeft u me alsjeblieft daarvoor. Maar er is niets aan te doen. Ik leer het toch nooit. Dus ik zal af en toe wat fouten maken daarin. Maar ik wil iets figuurlijks toevoegen aan de vrijwaring van gebrek. Namelijk een gevoel van gebrek. Een gevoel van armoede. En dat gerelateerd aan migranten. We hebben het nauwelijks over dat gevoel en ook hoe we dat kunnen oplossen. Hoe we migranten kunnen bevrijden van dat gevoel van gebrek. Ik wil u vandaag mijn persoonlijke migratieverhaal vertellen. En u mag zich gelukkig prijzen, want ik doe dat niet graag. Ik schrijf vaak romans. Dat is altijd een karakter dat je beschrijft. Maar ik vind het belangrijk om vandaag mijn persoonlijk verhaal te vertellen. Niet omdat ik vind dat ik nu zo uniek of belangrijk ben, maar omdat ik daadwerkelijk geloof dat mijn persoonlijk migratieverhaal archetypisch is voor heel veel migranten
die naar het Westen toekomen. Mijn persoonlijk migratieverhaal begint bij de migratieverhaal van mijn ouders. Van de eerste generatie die in een andere tijdperk de stap heeft genomen om naar het Westen toe te gaan. En ook hier, het verhaal van de eerste generatie is archetypisch. Hier en daar zijn er wat detailverschillen, maar verder zijn de verhalen toch heel erg typisch voor heel veel migranten van de eerste generatie. Mijn vader, mijn moeder, die zijn allebei geboren in Brits-Indië. En dit is in de jaren 40. En volgens mij stond het in de sterren geschreven dat mijn vader de stap zou nemen om te gaan migreren naar Engeland, de voormalige kolonisator van Brits-Indië. Groot-Brittannië verliet Brits-Indië in 1947. Ik noem het de eerste Brexit. Ja. En deze decolonisatie scheurde Brits-Indië in twee landen. Dus zoals Europa nu gescheurd is, zonder Engeland erbij, maar de rest is nog even intact. Brits-Indië scheurde uiteen in twee landen, India en Pakistan. Pakistan was gecreëerd voor de moslims en India voor alle andere gelovigen, met name voor de hindoes en anderen. Maar Pakistan voor de moslims en opeens, zonder dat mijn ouders daar enige keuze in hadden of zoveel miljoenen mensen enige keuze in hadden, opeens waren de mensen die daar woonden of daar naartoe vertrokken, opeens hadden ze een nieuw land, Pakistan. Dus hij was geboren in Brits-Indië, maar op zijn zesde woonde hij opeens in Pakistan. Groot-Brittannië vertrok, één voor één gingen de Engelsen weg. En mijn vader werd ouder en ouder, in zijn puberteit zag hij dat één voor één de mannen uit zijn dorp vertrokken naar Engeland. En Engeland heette toen het Perdis. Perdis is een Perzische term voor paradijs. Nou, dat beloofde wat. Dus één voor één vertrokken jonge mannen naar het paradijs. En het kon niet zo zijn dat hij achterbleef. Het was zijn eer te na. Hij en de andere jonge mannen hoorden van, ga je ook naar Engeland? Oh, maar jij durft niet. Weet je, blijf jij maar hier. Dus het was zijn eer te na. Dus wat gebeurt er als iemand migreert naar het Westen toe? Niet alleen degene die reist naar het Westen toe verandert van identiteit, hè, dat wordt opeens een migrant. De mensen die niet migreren krijgen ook een identiteit erbij. De achterblijvers. We hebben het daar nooit over en ik kom daar zo op terug. Hij dacht, ik wil niet de achterblijver zijn. Ik ga ook naar het Westen toe. Maar ja, welke ideeën heeft een puber, 17, 18 jaar oud, welke ideeën had hij daarover? Eigenlijk helemaal niet zo. Hij dacht, ik ga naar het Perdis, ik ga naar Engeland toe, want ik wil een radio kopen, de nieuwste radio. En als je hem vraagt, weet hij nog steeds de naam van dat de specifieke radio dat hij wilde hebben. En hij dacht, ik ga 4 weken, 5 weken een beetje rondreizen in Engeland en dan kom ik terug. Al gauw werd het een grotere plan. En mensen in zijn familie verzamelden wat, spaarden wat geld voor hem. En hij vertrok met het idee een paar jaar. Ik ga een paar jaar naar Engeland toe. Ik ga daar werken. Ik ga flink werken, ga flink sparen. En dan kom ik terug om Pakistan te helpen opbouwen. Heel veel eerste generatie migranten deden dat. Dus hij ging naar Engeland en hij bleef een paar jaar en hij bleef nog een paar jaar en hij bleef nog een paar jaar. En hij liet toen mijn moeder overkomen in 1968. Dus mijn vader vertrok in 1961 als 19-jarig jongetje. Want dat is nog steeds een jongetje. In die tijd had hij geen televisie, had geen beeld van Engeland, niet eens op televisie. Niemand had een televisie in zijn dorp. Internet, laat staan internet. Dus hij was 19, hij vertrok en in 1968 kwam mijn moeder. En dat gaf al aan dat zijn verblijf in Engeland een permanenter karakter kreeg. Al zijn kinderen zijn in Engeland geboren, waaronder ik. 6 kinderen. Maar elke dag, of heel vaak, wilde hij terug naar Pakistan. De grote terugkeer. Wat heel veel mensen van die eerste generatie hadden, nog steeds. Ooit gaan we terugkeren. Ze probeerden het wel. Dus toen ik in Engeland geboren was, in 1970, en ik was 2 maanden oud,
stuurde mijn ouders, mij en mijn moeder, naar Pakistan, samen met mijn zus. En we zouden in Pakistan wonen voor altijd. Na 2 jaar kwamen we terug naar Engeland. En ik herinner me dat ze het zo vaak zeiden dat ik werkelijk dacht, het gaat een keer gebeuren. Wij woonden in Slough. En Slough ligt naast Heathrow Airport. Eigenlijk kunt u zeggen, Heathrow ligt in Slough. En de vliegtuigen scheurden over ons huis heen. En ik weet dat ik als kind heel vaak omhoog keek. En ik dacht, daar ligt Pakistan in de hemel. Daar moet ik zijn. Dat is het beloofde land. Dat is waar ik ooit een keer naar terugkeer. Daar is het leven beter. Maar goed, het lukte niet toen ik als baby daar naartoe ging en terugkwam als 2-jarige. Toen ik 9 was, verhuisden mijn ouders naar Nederland. Waarom? Ja, mijn vader die wilde heel graag weg uit Engeland. Hij kon nog steeds niet terug naar Pakistan, financieel. Maar hij ging een beetje reizen door Europa. Hij had nare ervaringen meegemaakt in Engeland. Daar ga ik niet heel lang op in. Hij was postbode en is een paar keer in elkaar geslagen op straat in uniform. En dat had bij hem een ongemakkelijk gevoel gegeven met wonen in een land. En wonen in een land wat ook je voormalige kolonisator is. Dus hij dacht, ik ga naar Nederland, een neutraal land. Die heeft geen koloniaal verleden. In ieder geval niet met de Pakistani en de Indiërs. Althans, in ieder geval niet direct. Een beetje indirect, maar dat kwam hier pas later achter. Dus op mijn 9e kwam ik naar Nederland. We waren toch al een beetje naar het oosten opgeschoven. Ik was ongeveer 14 toen ik naar Pakistan ging. Want toen dachten mijn ouders, we gaan echt nu terug. En toen ik ongeveer 16 was, kwamen we weer terug. Kunt u me nog volgen? Op mijn 15e was ik 5 keer gemigreerd tussen 3 verschillende landen. En niet als expat, maar gewoon als doodgewoon migrant. Met alle mooie en alle lastige kanten. Ik ben daarover gaan schrijven, over migratie. Want wat het bij mij teweegbracht, toen ik als 15e terugkwam naar Nederland, was dat ik me totaal nergens meer thuis voelde. Ik wist het gewoon even niet. En als ik heel eerlijk ben, heb ik dat gevoel ook nooit echt verloren. Hoe hard ik ook mijn best doe, er is toch een stuk in mij dat zich niet thuis voelt. Maar dan nog vind ik dat ik er op een mooie manier vorm aan heb kunnen geven en dat het voor andere mensen lastiger is. Bij mij resulteerde het erin dat ik een fascinatie kreeg voor migratie. Waar hoort een migrant? Waar mag een migrant wonen? Moet een migrant eigenlijk uiteindelijk terugkeren? Ik begon erover te schrijven. Ik werkte ook voor de VN met vluchtelingen. Ik heb bij allerlei organisaties gewerkt op het gebied van migratierecht. Het trok me enorm. Maar toen ik ging schrijven in romanvorm, ging het met name over heimwee, ontheemding, roots, je aanpassen, assimileren, hoe moeilijk dat is, hoe mogelijk dat is. Ja, is het überhaupt mogelijk? Ik ben over die dingen gaan schrijven en toch, zelfs ik vond dat dat een beperkte manier was, een beperkt beeld gaf van wat een migrant eigenlijk is en de psyche van een migrant. En eigenlijk ben ik er zelfs pas recent achtergekomen dat er heel veel meer is. En ik kom terug naar waarmee ik begon. Migranten zijn gelukszoekers. Ja, ik ben een gelukszoeker. Maar migranten zijn ook verdrietvinders. En ik ben ook een verdrietvinder. En ik wil het daarover hebben. Als je als migrant naar het Westen toe migreert, ja, er zijn economische kansen die je hebt. Maar er gebeurt iets in je gezin, in je grootgezin, in het Westerse, in de Westerse jargon, zelfs in het juridisch Westerse, in de taal, is gezin, family, een nucleus family, een kerngezin, vader, moeder, kinderen. Maar in het oosten is het een extended family, zoals het heet. En die familie raakt voor altijd verscheurd. En niet op een kleine manier, echt voor altijd ontwricht. En ik ben er eigenlijk pas bij stil gaan staan toen ik een paar jaar geleden WhatsApp-contact had, opeens.
met mijn oom in Pakistan. Opeens heb je WhatsApp-contact. Het is eigenlijk heel surrealistisch. Maar hij begon met de teksten en ik heb hem 20 jaar niet gezien. 20 jaar niet gezien. En we hadden het over mijn oma, zijn moeder, die een paar jaar daarvoor overleed. En hij vertelde me dat toen oma, mijn oma, zijn moeder overleed, hij mijn moeder miste. En ik dacht, waarom? Hij zei, ja, mijn moeder was ongeveer 22 toen ze naar Engeland toe migreerde en hij was 6. En hij dacht al die tijd, omdat ze hem deels had verzorgd, dat dat zijn moeder was. Opeens was ze weg. En dat was in de jaren 60. Geen televisie, geen internet, geen telefoon. Als je wilde bellen, dan moest je even ergens naartoe een formulier invullen. Je stuurde een telegram in die tijd. Ja, dat weet u nog, hè? Maar er was dus helemaal geen communicatie. En hij vertelde me dat toen zijn moeder, dus mijn oma, overleed, hij dat gevoel terugkreeg van toen mijn moeder migreerde, zijn zus wegmigreerde. Dus het verdriet wat hij toen voelde, de leegte die hij toen voelde, voelde als een overlijden. En ik was er nooit bij stilgestaan. Hij zag zijn eigen zus, die hij dacht dat is mijn moeder, hij zag haar pas na een paar jaar, toen ze met mij terugkwam. Daarna ging ze weer weg. En hij zag haar pas daarna 8 jaar later. Dus die leed, dat leed, die verscheuring zat heel erg diep en zit heel erg diep bij heel veel mensen. En we zouden daar iets meer bij mogen stilstaan. Ja, ik zeg het weer, migranten zijn gelukzoekers, maar ze zijn ook verdrietvinders. Een van de verdrietigste episodes, ja, het wordt allemaal heel verdrietig vandaag. Een van de verdrietigste episodes van mijn eigen leven is 1983. En ik was toen 13. En ik vertelde u, hè, mijn ouders wilden heel graag terugkeren. Nou, Pakistan ligt echt niet om de hoek. En met 6 kinderen moet je heel veel sparen. En vroeger waren de vliegtickets veel duurder dan nu. Dus als je 6 kinderen hebt, je hebt 8 mensen in 1 gezin en een ticket kost 2.500 gulden. Ja, tel maar op. Dus ze spaarden en spaarden en spaarden om een keer terug te komen. Maar ja, en ze zouden teruggaan in 1984. Maar in 1983 werd gebeld of kreeg een telegram. Oma is ziek. En een telegram met een bericht, oma is ziek, is toch iets anders dan even een brief, ze is ziek. Dus we zaten in een dilemma. Wat gaan we doen? Gaan we nu al? Of gaan we nog even sparen? In 1984 gaan we voor altijd. Ik weet niet waarom mijn ouders mij vroegen. Wat zullen we doen? Ze vroegen mij aan. Ik weet het niet. Ze riepen mij naar zich toe. Ja, Naema, we hebben even een dilemma. Zullen we nu gaan? En wat lenen, een auto verkopen. Zullen we nu gaan? Of zullen we gewoon onze plan handhaven en het jaar erop gaan? In 1984. En ik weet hoe zwaar mijn ouders het hadden met sparen. Ik dacht, nee, we gaan gewoon in 1984. We zijn er bijna, nog 8 maanden. Wat gebeurde er in 2-3 maanden was mijn oma overleden. En dat rust toch op je schouders. En het gekke is, ik heb vanaf je 4e, 5e weet je, ik heb een oma. En elk jaar weet je, ik heb een oma. En op een gegeven moment ga je naar school. En op school heb je heel vaak jonge mensen, jonge kinderen, die maandag vertellen, ja, we waren naar oma geweest. En sommige oma's gaven altijd drop aan hun kleinkinderen. Dus ik heb het heel lang voor me gehouden. Ja, ik ga ook een keer naar oma. Oh, een jaar. Jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. Ik denk dat ik er 11 jaar bewust mee omging. Dat ik ooit mijn oma zou zien. Maar ik heb haar dus nooit ontmoet. Als baby. Maar ik heb haar nooit gezien. Nooit gekend. En als je haar brieven leest, dan heeft ze jaren achter elkaar geschreven. Ik wil mijn kleinkinderen zien. Komen jullie een keer langs? Ze heeft 3 van haar 6 kleinkinderen nooit gezien. En nu is ze dood.
Ik heb heel veel familie die ik decennia niet meer heb gezien. En een maand geleden, niet eens zo heel lang, dus ik heb heel veel verse verhalen voor u. Een maand geleden kreeg ik de groeten van een neef van mij. Notabene mijn favoriete neef. Die heb ik sinds 1984 niet gezien. En hij is bijna net zo oud als mijn vader. In de 70. En je blijft maar hopen. Ik ga een keer langs en misschien zie ik hem, al is het maar voor één keer. Goed, dames en heren, dit is slechts de heimwee. Dit is slechts het verhaal over ontwrichte gezinnen. We kunnen nu toch vaker gaan. Geld genoeg? Vliegtuigen genoeg? De mobiliteit is enorm gegroeid en dan ook nog internet. Fijn, hè? We kunnen skypen, whatsappen, heb ik het net over gehad. Maar het is niet fijn, want er is voor altijd iets gebroken. En laat ik los van het heimwee een paar verhalen aan u vertellen. In mijn laatste roman, Brieven in Urdu, vertel ik het verhaal van een tweeling. Twee broers. Eén vertrekt naar Detroit, Amerika, migreert. De ander blijft achter. Een echtscheiding tussen tweelingen. Dus de ene wordt migrant en de ander is voor altijd een achterblijver. Degene die naar Detroit gaat, daar gaat het redelijk goed mee, zoals het migranten goed kan gaan. Hij kan zelfs af en toe naar Pakistan met zijn gezin op bezoek. De andere helft van de tweeling, ja, daar gaat het niet zo goed mee. En hij denkt, ja, ik moet elke keer als zijn tweelingbroer langskomt, denkt hij, ik moet hem spreken. Want ik wil ook migreren. Dat is de oplossing van mijn misère. De zoon van die Amerikaanse tweeling heeft sneakers aan. U weet van die flitsende, lichtgevende sneakers. Al uw kleinkinderen hebben die. Er zitten ook nog wieltjes aan bij heel veel van die kleinkinderen. Maar van die lichtgevende sneakers, als je je voeten beweegt, dan dansen ze. Het is allemaal heel, ja, heel flitsend, geweldig. Maar u moet zich voorstellen, de Amerikaanse zoon van die migrant had die aan in Pakistan en de andere kinderen niet. Dus er gebeuren twee dingen. De mensen in Pakistan, de achterblijvers, denken, ja, wij zijn gefaald. We hebben gefaald, wij kunnen onze kinderen niet eens gewone schoenen geven. En zij denken, wij kunnen alleen maar slagen als ook wij migreren. Maar dat is maar één kant van het verhaal. De andere kant is dat die Amerikaanse migranten vanaf dat moment zich gaan schamen. Oh jee, we hadden dat nooit moeten doen, die flitsende sneakers. We hadden voor iedereen die schoenen moeten kopen en anders gewone schoenen aan moeten hebben. Je schaamt je. Je schaamt je om je status van migrant. Je schaamt je dat hoe meer jij het goed hebt in het Westen, hoe meer jij integreert in het Westen, hoe vervreemd jij raakt van je familie. En dat uit zich in heel veel kleine details. Ik sprak laatst een verwant, ook in Pakistan, die vertelde me, ik heb een dochter en ze wil medicijnen studeren in het buitenland. En ik hield me op de oppervlakte, of vlakte. Ik hield me op de vlakte. Waarom? Omdat ik weet, het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Ik denk niet dat zijn dochter die kansen heeft. De grenzen zijn dicht. Ze komen niet uit de elite. Het geld stroomt niet in hun huizen. En er zijn gewoon te veel obstakels op de weg. Maar als een student, mijn studenten in Nederland, of als mijn dochter het gaat zeggen tegen mij, weet ik, het gaat gebeuren. Maar wat vertel ik dan deze verwant in Pakistan? Ik vertel hem niks. Ik kan heel veel van mijn verhaal gewoon niet vertellen. Uit schaamte. Van wat ik heb, terwijl hij familie is en hij heeft dat niet. Maar ook om hem te sparen. Uit een soort sparende liefde. Een Marokkaanse vriendin vertelde me dat ze, haar vader woont in Marokko en af en toe gaat ze naar Marokko. En laatst was ze er en ze dacht, weet je wat, ik ga niet vertellen aan de familie, ik kom eraan. Want ze doen altijd zoveel moeite. Gaan ze met mooie kleertjes een feestje maken en ze zeiden, dat ga ik niet doen, dat wil ik hun niet aandoen. En, oh ja, ik heb trouwens PowerPoint, maar ja goed.
Er zitten maar 4 sheets, want ik hou niet van het paar, maar kom ik straks even mijn verhaal af, maar maak aan zijn vriendin. Dus ze ging gewoon onaangekondigd, maar ja, het verhaal verspreidt. Ja, Zeynep is er. Uit Holland. Ze kwam daar aan en binnen een uur waren alle 30 familieleden er. Alle 30. Die lieten alles staan. Zelfs een paar kinderen waren niet naar school gegaan, want zij waren niet belangrijk. De school was niet belangrijk. Hun werk was niet belangrijk, maar Zeynep, die uit Nederland kwam op bezoek, zij was belangrijk. Zij had status. Zij had eer. Zij had geld. En Zeynep schaamde zich. En het is iets waar je nooit van kan ontdoen. Die verschillen. De enorme discrepantie dat je hebt. Je kunt je daar niet van ontdoen. En het lastige is dat je ook een stukje eenzaamheid kent als migrant. Je vervreemdt je en je voelt je dan ook extra niet thuis. Zelfs bij je eigen familie niet. Hè, want jij met je vrijheid komt langs. Jij met je vrijheid gaat ook weer weg. En elke keer, zoals de Engelsen zeggen, you rub it in. Je wrijft het erin. En was dat maar het enige? Maar het blijft niet daarbij. Ik had het over internet, hè? Tegenwoordig zien mensen in het Oosten via internet iedere dag beelden van de rijkdom en de vrijheid. En dat is geweldig. Natuurlijk is dat geweldig, dames en heren. Maar het is ook hard. Want hun gevoel van armoede groeit erdoor. En ze kunnen er niks mee. De grenzen zijn dicht. Maar de digitale verkeer is open. Dus zij krijgen van alles vanuit het Westen. Dit is de manier van leven. Dit is onze luxe. Dit is onze geweldige lifestyle. En ze worden daar blij van aan de ene kant. Het is hun droom, maar die kan nooit uitkomen. Want die grenzen zijn dicht. Ik noem het digitaal sadisme. Wij voeden hen met beelden en houden de grenzen dicht. En hoe lang zal dat goed gaan? Maar we denken niet eens hieraan. Aan dit digitaal sadisme. En aan de enorme scheve verhoudingen die dit met zich meebrengt. Vrijheid lijkt alleen voor een bepaald type mens. Voor de westerling beschikbaar te zijn. Want wij hier in het Westen, wij kunnen overal naartoe reizen. Ik zeg altijd, ja, u kunt allemaal naar Pakistan reizen. Ik zou het ook doen, het is een prachtig land. U kunt naar Pakistan reizen, u kunt naar Pakistan reizen. U kunt naar Pakistan reizen. Iedereen kan naar Pakistan reizen. Iedereen, heel makkelijk. Een beetje een visum halen. Maar mensen kunnen niet hier naartoe. En natuurlijk, er zijn allerlei redenen van soevereiniteit. Er zijn allerlei redenen van economische stabiliteit. En wat nog allerlei redenen waar we het ook over kunnen hebben. Maar het blijft een ongelijkheid. Het blijft een scheve verhouding in vrijheid. En dan terugkomend op dat digitaal sadisme. Wel met hun met de beelden voeren, maar ze mogen hier niet naartoe komen. Dames en heren, ik concludeer. Migranten zijn gelukszoekers, maar ze zijn ook verdrietvinders. Laten we het vaker hebben over de familie die is achtergebleven. Over de titel die zij van achterblijver hebben. En dat hen soms hun hele leven lang last geeft. Het spookt in hun leven, hun hele leven lang. Laten we het vaker hebben over het verdriet. Het verdriet dat iemand heeft omdat hij uit een ontwricht gezin komt. Laten we ook niet vergeten dat mensen, hoe meer ze hier integreren, en natuurlijk ze krijgen dan kansen, en ze kunnen zich meer één voelen met de Nederlandse of de Westerse samenleving, maar het is ook zo dat ze verwijderd voelen van hun eigen familie. En hier ook, het zijn dilemma's. Het is natuurlijk heel nodig dat mensen integreren. Maar er is ook iets pijnlijks aan de hand.
wat we nauwelijks adresseren. En waar we het vaker over moeten hebben is die schaamte. De schaamte van de discrepantie in rijkdom, in kansen, in vrijheden. Die eigenlijk ervoor zorgt dat je niet eens je verhaal kan doen. Dat je niet meer dezelfde taal spreekt, dat je je gewoon moet inhouden. Nog meer verwijdering, nog meer vervreemding. En tel daarbovenop dat in het Westen steeds vaker, zeker in de laatste jaren, er een veel steviger idee is ontstaan dat mensen met een migratieachtergrond eigenlijk hier niet horen. Eigenlijk hier niet kunnen integreren. En we steeds vaker met het jargon komen van de grenzen moeten dicht. Met andere woorden, we hebben er genoeg van. Wat zegt dat? Dus migranten zitten vaak klem in een beperkt beeld wat we van hen hebben. En ze horen dus ze horen eigenlijk niet meer thuis op andere manieren dan we denken. En ik wil u vragen om deze migranten te bevrijden van het gebrek, van de gebrekkige manier dat we hanteren als we naar hen kijken. En bevrijd ook de achterblijvers van het gevoel van gebrek, van het gevoel van armoede. En dat is dan mijn tweede sheet. En mijn derde is een beetje, ik had gewoon aangegeven, die verwarring dat je hebt als migrant. Ja, op een gegeven moment wist ik niet meer, waar hoor ik nu thuis? Dus ik heb ook, dat was ongewild hoor, maar de vlaggen zijn ook een beetje blurry, hè, een beetje vaag. Maar dat was gewoon mijn knip- en plakwerk, dat was gewoon uiteindelijk mooi goed uitgekomen. Maar het is soms lastig om te weten waar je thuis hoort. Maar dit is mijn verhaal waar het dus om gaat. Er zijn grenzen, achterblijvers, mensen zijn nergens thuis. En hoe doe je dat? Hoe gaan we mensen bevrijden van gebrek? Hoe gaan we migranten bevrijden van gebrek? Heel simpel. Vraag een migrant. En laat die migrant zijn of haar verhaal vertellen. En soms kan dat gewoon één op één, maar soms is het ook belangrijk om te lezen over elkaars migratieverhalen. En dan eindig ik ook met literatuur, hoe belangrijk dat is. Omdat volgens mij literatuur de enige vorm van taal is dat alle details tot in de nuance kan grijpen. Vrijwaar hen van dat gebrek. Dank jullie wel.